Hoi, zometeen. Heart of Darkness van Joseph Conrad. Maar nu eerst iets unieks. Ja. Gadverdamme, hoe smerig wil ik het maken. Oké, dit is wat ik ga doen. Ik heb dit boek, Ik Blanke Cover. Zoals ik vorige week aangaf, heb ik 2 exemplaren gekregen. En heb ik gezegd dat ik er 1 ga verloten. 15 mensen hebben gereageerd. Al die namen heb ik hier op een kaartje geschreven. Wat ga ik doen? Ik ga ze schudden. En dan trek ik er eentje uit. En die persoon krijgt het boek. Mocht je zo de winnaar zijn, stuur even een mailtje naar info@deidioot.nl. Dan zorg ik ervoor dat het boek ook daadwerkelijk bij je terechtkomt. Want ja, anders blijf ik met 2 exemplaren zitten. En daar heb ik natuurlijk helemaal niks aan. En de winnaar is... Laurens van den Broek. Stuur even een mailtje naar info@deidioot.nl. En dan zorg ik dat het boek bij jou terechtkomt. Gefeliciteerd. Heart of Darkness is een verhaal uit 1899. En het is een klassieke raamvertelling. We hebben dus een verhaal in het verhaal. En dat buitenste kader, dat speelt zich af in Londen. Of vlakbij Londen, op een schip. En op dat schip is ene Marlowe en die vertelt een verhaal. Dat is dus het binnenwerk van het raam. En daar draait het eigenlijk om. En de rest van het boek is... afgezien van een paar minieme onderbrekingen, het verhaal van Marlowe. Hij vertrekt naar Afrika, stapt er op een stoomboot en gaat steeds dieper het continent in. Je moet begrijpen, Afrika was zeker in die tijd voor ons Europeanen een groot mythisch continent. Dat was voor Marlowe ook een van de redenen dat hij er naartoe wilde trekken. Het avontuur, het onbekende. In zijn jeugd had hij op de kaart gezien dat Afrika nog grotendeels wit was. Wit. Als in nog niet ingekleurd door de Europeaan. En wat hij aantrof was een reis in het hart van de duisternis. Ja, daar hebben we meteen die titel, The Heart of Darkness. En dat komt op een heleboel manieren terug in het boek. Die Heart of Darkness staat voor dat onbekende continent. En de reis over de rivier, steeds verder het primitieve Afrika in. Maar het staat ook voor het donkere hart van de Europeaan. Die daar naartoe gaat, zogenaamd uit morele, nobele redenen. Maar er gewoon heen gaat om het kaal te plukken. Iedereen die daarheen gaat, wordt gek. Of een beest. En onze Marlowe werkt voor The Company. Ja, een of ander mythisch bedrijf. Hij heeft via zijn tante heeft hij daar een sollicitatiegesprek gekregen. Hij komt eraan in een kantoortje. Hij krijgt wel geteld 45 seconden de tijd. En hij is aangenomen. Prima. Hij mag naar Afrika. Daar, aangekomen in Afrika, blijkt dat die hele missie uiteindelijk maar om 1 ding draait. Zoveel mogelijk ivoor uit Afrika halen. En er zijn talloze ivoorhandelaren die werken voor de company en die zitten verspreid door Afrika. En die hebben handel met de lokale bevolking om ivoor te bemachtigen. En een van die ivoorhandelaren is het mythische karakter Koorts. Onze Marlowe hoort ontzettend veel van hem. Hoe geniaal die is, hoe nobel die is. Ach, hoeveel ivoor die verscheept, hoe die carrière gaat maken binnen de company. Ja, die Koorts. Het is een mythe en aan Marlowe de taak om hem op te halen. Grofweg kunnen we het boek opdelen in 3 stukken. Het eerste deel is alles voordat Marlowe uiteindelijk zijn stoomschip heeft en de rivier optrekt. En hier zien we al een heel deel van Afrika, hoe het daaraan toe gaat. Hoe de lokale zwarte bevolking totaal wordt uitgebuit, ligt te creperen en niemand die erom geeft. Zo is er een accountant, hij is degene die berekent hoeveel ivoor er uitgaat. En hij heeft een prachtig wit shirt, onbevlekt. En als iemand binnenkomt bij hem die dreigt te sterven, dan denkt hij alleen maar... Leid me af, zo kan ik niet de juiste getallen invoeren. Ja, dat is Afrika, dames en heren. En het schiet allemaal niet op. Zo wil onze Marlowe graag de rivier optrekken, maar zijn stoomschip is gezonken. En hij probeert hem te repareren, maar dat duurt maanden. En hij wil graag nietjes hebben, maar de nietjes komen niet. En ja... Het schiet niet op. En het tweede deel is de tocht op de rivier zelf. Terug naar het primitieve. De voorloper van de moderne Europese mens. En dat is de duisternis in. Het onbekende. Het oerwoud. Ja, het is uiteindelijk maar 110 pagina's in deze druk. Maar er gebeurt zo ontzettend veel. Qua gedachten, qua karakters, qua kritiek op het imperialisme, qua verkenningstocht, qua spanning. Er zit zoveel in. En voortdurend is er ook die vraag in welke mate die Afrikanen daar anders zijn dan ons. Of toch ook hetzelfde. It was unearthly. And the men were... No, they were not
inhuman. Well, you know, that was the worst of it. This suspicion of their not being inhuman. It would come slowly to one. They howled and leaped and spun and made horrid faces. But what thrilled you was just the thought of their humanity, like yours, the thought of your remote kinship with this wild and passionate uproar. Ja, en dit vond ik heel krachtig. Ook al wil hij het zien als een prehistorische mens of haast als een dier, langzaam komt dat besef, ze zijn ook als ons. En dan het derde deel. Daar ontmoeten we uiteindelijk Kurt. Lang verwacht, maar we treffen hem nog wel aan in dit boek. En we komen erachter hoe hij zich daar als een halve god heeft gedragen. Hoe hij al die oorspronkelijke bewoners, ja, als het ware onder zich heeft gekregen, als onderdanen. En hoe ze hem vereren en voor hem het ivoor binnenhalen. Hij staat symbool voor de verlichting, voor de redelijke, rationele mens. En dan is hij daar uiteindelijk en dan schrijft hij een of ander pamflet over die mensen. En onderaan krabbelt hij, exterminate the brute. Ja, hier hebben we het nobele denken, hier hebben we het handelen. Exterminate the brute. Ja, als dat niet een tocht in het hart van de duisternis is, dan weet ik het ook niet. En deze Kurt is hartstikke ziek en vlak voordat hij sterft spreekt hij de legendarische woorden uit. De horror. De horror. En tijdens het lezen vroeg ik meteen af, wat bedoelt hij ermee? Het wordt niet uitgelegd, want we zitten niet in het hoofd van Kurt zelf, maar beleven alles via Marlowe. En is het een soort inkeer? Is het een poging tot genade? Beseft hij wat hij gedaan heeft? Wat de Europese mens daar gedaan heeft? Ja, dat maakt het boekje ook zo ambigu. Je kan er alleen maar over speculeren wat dat precies betekent. En dan het einde. Marlowe is terug in Europa en hij spreekt met de weduwe van Kurt. Kurt die bezweken is aan zijn ziekte. Na zijn laatste woorden, de horror, de horror. En die weduwe vraagt aan onze Marlowe, wat heeft hij gezegd? Wat waren zijn laatste woorden? En dit zegt Marlowe. The last word he pronounced was your name. Ja, hier heb je het. De leugen over Afrika. Ook Marlowe liegt. Hij kan het niet aan om haar te vertellen hoe het daadwerkelijk zat. Voor mij staat zij hier voor het onschuldige Europa. Dat hoop heeft en het idee dat wij op een bepaalde manier verlichting brengen naar Afrika. Maar het is niet zo. Maar we blijven in die leugen zitten. En ook Marlowe kan het haar niet vertellen. Tot zover een schets van het boek. En dan, zoals altijd de vraag, moet je dit lezen? Op de voorkant van de Nederlandse vertaling van het boek, Hart der Duisternis, vertaald door Bas Heijnen, staan de volgende woorden van die vertaler, Bas Heijnen. Een klassieker die iedereen gelezen moet hebben. Ja, daar kan ik alleen mee instemmen. Er zit zoveel in dit boek, ik weet het nu al. Ik ga dit boek herlezen in de toekomst en opnieuw bespreken. En het verdient ook eigenlijk een veel uitgebreidere bespreking dan deze 10 minuutjes die ik als inleiding aan het boek geef. Lees het, overtuig wat vrienden om het ook te lezen. Plan een avondje en ga dit boek bespreken. Het is echt een boek om het ook samen over te hebben. Dus heb je het nog niet gelezen, hieronder vind je een linkje naar het boek. Lees het. Heb je het nou al zelf gelezen? Ik ben naar 2 dingen benieuwd. Ten eerste, wat is je eigenlijk bijgebleven van dit boek? Wat viel je op? En ten tweede, wat maak je van dat de horror? Wat zou het nou betekenen? Laat mij het hieronder horen. En volgende week zit ik weer in Ems Boekenclub voor het bespreking van haar boek van de maand. Aanstaande donderdag zit ik daar tussen 7 en 8 en mag ik een vraag stellen aan de auteur van het boek van deze week. Dat boek is We doen wat we kunnen van Lieke Lemus. Aanstaande donderdag mag ik hem dus 1 vraag stellen. Joepie. En als je dan echt wil weten wat ik ervan vind, aanstaande zondag bespreek ik het hier op YouTube. Dus abonneer je en hopelijk tot volgende week.